pas. Het is een jaar sinds ik op de Esperanza heb gevaren. Ik ben nu terug als een van de bootbestuurders voor de walviscampagne rond Antarctica. Dankzij onze walviscampagne vorig jaar is er veel aandacht gekomen voor de bescherming van walvissen. Sindsdien heb ik veel kansen gekregen om mensen te vertellen over mijn ervaringen tijdens deze expeditie. Deze aandacht is belangrijk voor onze campagne om de walvisjacht nu definitief te stoppen. Ook dit jaar is mijn reis op de Esperanza te volgen. Het begon op Schiphol, waar ik op het vliegtuig stapte naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Auckland speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Greenpeace. De Esperanza zal de komende 2 weken in Auckland zijn voor voorbereidingen voor de expeditie. Gedurende deze tijd zijn er verschillende open dagen. Het publiek kan dan aan boord komen en de Esperanza van binnen bekijken en om informatie te krijgen over de walviscampagne. Wanneer ik niet in een rubberboot vaar, werk ik aan dek. Dit houdt de komende weken veel schilderen, het onderhoud van de rubberboten en andere vieswordende klussen in. Als je meer wilt weten over de campagne, neem dan een kijkje op onze website.